Als de fitnessclubs weer open gaan, is het belangrijk dat er niet meer sporters tegelijkertijd aanwezig zijn dan is toegestaan. Om dat te borgen, werken we met online reserveringssystemen. U boekt dus het tijdstip waarop u wilt komen sporten. Zo is er altijd controle op het aantal mensen in de club. Nederland telt bijna 4000 fitnesscentra en clubs. Er is dus bijna altijd een fitnesscentrum in uw buurt. Werknemers en leden reizen dan ook via eigen vervoer naar de club, niet met het openbaar vervoer. De fitnessbranche besteedt altijd al heel veel aandacht aan hygiëne, veiligheid en een schoon luchtklimaat. Op posters en banners bij de entree van het centrum en in de clubs leggen we u alle coronavoorzorgsmaatregelen duidelijk uit. U desinfecteert uw handen als u de club binnengaat. Kleedkamers, douches, horeca, sauna zijn gesloten. U reinigt het toilet na ieder gebruik. Fitnesscentra zijn qua vloeroppervlakte groot genoeg om de anderhalve meter onderlinge afstand te kunnen garanderen. Met afbakening op de vloer hebben we dat voor u duidelijk aangegeven. Na iedere oefening desinfecteert u het toestel dat u heeft gebruikt met speciale spray die in het centrum in ruime mate aanwezig is. De fitnessprofessional houdt toezicht dat u veilig sport en zich aan de maatregelen houdt. Het gebruik van een eigen bidon en handdoek is verplicht. Ook in de groepszalen zijn vakken voor u gemaakt. Zo bewaken we dat u voldoende afstand tot elkaar en tot de fitnessprofessional houdt en dat er niet te veel mensen tegelijkertijd aan de groepsles deelnemen. Na afloop desinfecteert u het matje dat u heeft gebruikt. Alle deelnemers verlaten één voor één de zaal. Ook nu houdt de fitnessprofessional toezicht en bepaalt met welke intensiteit u sport. Om te kunnen sporten in een fitnessclub is fysiek contact niet nodig. Niet individueel en ook niet in de groepsles. We voeren de hygiënemaatregelen van het protocol verantwoord sporten voortdurend uit. Iedere dag desinfecteren we meerdere keren de klinken van de deuren en reinigen we de vuilnisbakken. Zo waken we over uw gezondheid en die van onze medewerkers. Met al deze maatregelen zijn wij er klaar voor om u en de ruim 3 miljoen andere leden weer verantwoord te kunnen laten sporten en bewegen in een veilige en schone omgeving. En juist dat is in deze tijd heel belangrijk. Mensen hebben vitaliteit en weerstand nodig om zo gezond mogelijk door deze crisis te komen. Onze branche kan u daarbij helpen. We zijn geen onderdeel van het probleem, maar juist een onderdeel van de oplossing voor een gezonder en fitter Nederland.